Opruimen is een favoriete bezigheid van mij en ik doe het dan ook graag. En soms vind ik het ook wel eens lekker om door al mijn spullen heen te gaan en te gaan ontspullen. Voorheen, echt jaren geleden, was ik heel erg materialistisch. Wilde ik alles hebben wat ik er überhaupt leuk uit vond zien. Maar tegenwoordig neig ik meer naar de minimalisme. Wil ik alleen maar spullen in bezit hebben die ik daadwerkelijk gebruik, die ik heel erg leuk vind. Vandaar dat ik ook regelmatig kritisch naar mijn spullen kijk en bij mezelf nagaan van of ik het nogal wil hebben of niet. Dus ik ben de afgelopen tijd heel erg actief geweest rondom het huis. Alles doorgespit. Dus vandaar dat ik deze video ook wilde maken. Dus mocht je benieuwd zijn hoe ik het aanpak wanneer ik wil ontspullen, kijk dan vooral verder. Ik heb het verspreid over verschillende categorieën en ook zo verschillende dagen. Zo ben ik begonnen in onze slaapkamer. Nu staan er in onze slaapkamer niet heel veel spullen. We hebben wel een dressoir hier staan, die je ook overigens hier achter mij ziet. Ik heb daar allemaal bakjes in zitten met van alles en nog wat. Dus ik heb elk bakje eruit gehaald, gekeken wat er allemaal in zit en wat er eventueel weg kan. En ik ben een persoon die vaak dingen bewaart voor het geval dat, wat nou als ik het wel in de toekomst wil gebruiken. En als ik twijfel over een item, dan leg ik het apart. En als ik het binnen een bepaalde periode toch niet gebruik, dan neem ik er afscheid van. Naast mijn dressoir heb ik natuurlijk ook mijn nachtkastje, mijn bedside table, hoe je het ook wil noemen. Het is niet echt mijn kastje, maar ik heb daar wel allemaal dingetjes op liggen en soms kan het wel eens voorkomen dat het kleine troepje zich opstapelen. Dus ik ben daar eventjes doorheen gegaan en ben ik gaan kijken of er nog troepjes tussen zitten die daar niet hoorden. Dat viel gelukkig reuze mee, maar ik vond het wel even prettig om dat ook eventjes na te gaan. Waar ik wel afscheid van heb genomen in de slaapkamer is een kussen. Ik ben zo'n persoon die echt jarenlang met een kussen doet. En op zich is dat niet heel erg, maar ik vind het ook wel heel erg moeilijk om een afscheid te nemen van een kussen. Dus dat heb ik nu eindelijk gedaan. Hij zag er ook niet meer uit. Hij was zo vies en ik heb hem echt al zo lang. Ik moet zeggen dat we genoeg kussens hebben, maar het was echt een specifiek kussen waar ik gewoon geen afscheid van kon nemen. Na de slaapkamer kwamen mijn beauty en verzorgingsproducten aan bod. Ja, de dingen die in de badkamer staan onder andere. Mijn make-up stash is niet heel uitgebreid. Ook hierin ben ik verminderd en heb ik eigenlijk alleen maar producten die ik bijna op dagelijkse basis gebruik. Hier en daar heb ik wel wat extra producten die ik af en toe gebruik. Maar het zijn voornamelijk wel mijn dagelijkse en favoriete make-up producten. Al moet ik zeggen dat er wel wat producten tussen zaten die ik echt al voor een lange tijd niet heb aangeraakt. Of echt heel sporadisch gebruik. Daarnaast heb ik ook een voorraadbak aan beautyproducten. Deze voorraad zit eigenlijk in de slaapkamer, maar dat komt omdat ik in de badkamer geen extra ruimte voor heb. En dit zijn producten die ik onder andere opgestuurd krijg van bedrijven. Of als ik ergens een voordeelpakket zie, dan sla ik in één keer goed in en dan bewaar ik het. Maar dit zijn vaak producten waarvan ik zeker weet dat ik het in de nabije toekomst ga gebruiken. Maar hier ga ik vaak nog wel even doorheen, want soms schaf ik wel dingen aan waar ik het bestaan gewoon van niet meer weet, of dan ontvang ik producten en dan denk je oké, nu wordt het wel tijd om te gebruiken, of misschien gebruik ik het niet en geef ik het dan weg aan iemand anders. Vervolgens gaan we dan door naar de keuken en de koffiecorner. De koffiecorner is echt mijn favoriete plekje in het huis, maar ik merk dat onze mokken en bekersverzameling echt uitpuilt, dus ik wilde het opnieuw inrichten en ook even uitzoeken wat we hier gewoon niet meer gebruiken. De keukenkastjes ben ik ook gaan uitspitten. Ik heb eten weggedaan wat overdatum was. Ik heb voorraadpotten bijgevuld. En uiteindelijk heb ik best wel wat spullen gevonden die weg konden. En dat geeft me zo'n goed gevoel. Want ik zeg altijd, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En ik merk dat ook gewoon direct.
Dan hebben we een kast speciaal van onze hond Milo. En deze kast is redelijk georganiseerd en hij blijft ook wel georganiseerd. We hebben één lade voor allemaal speelgoed, één lade voor allemaal snacks en één lade met allemaal random benodigdheden. Gewoon van alles wat je maar kunt bedenken. Maar ik vind het wel fijn om af en toe hier doorheen te gaan, dingetjes aan te vullen, wat netjes neer te leggen. Er waren wel wat speeltjes van Milo die weg konden, want die waren helemaal stuk. Dus ja, daar heb ik afscheid van genomen. Maar voor de rest was dit al redelijk netjes. Dan is dit misschien wel mijn favoriete categorie om doorheen te gaan. Namelijk mijn kledingkast. Ik heb niet enorm veel opbergruimte voor mijn kleding. Dit heb ik bewust gedaan om mijn garderobe te beperken. Want anders ben ik te snel geneigd om te veel kleding in bezit te hebben. En dat vind ik ook weer zonde. En mijn garderobe is voornamelijk heel erg tijdloos. Ik heb dingen echt al heel wat jaren. En het kan ook zo zijn dat ik wel op bepaalde stukken ben uitgekeken. En dat is ook helemaal prima. Maar omdat ik al best wel veel spullen in mijn kast heb hangen waar ik gewoon tevreden mee ben, heb ik voornamelijk afscheid genomen van wat accessoires en kledingstukken waar ik me gewoon niet meer echt goed in voel. Of die ik al heel lang heb en die gewoon helemaal uitgedragen zijn. Maar laten we zeggen dat 90% van de kledingstukken die ik heb gewoon naar wens zijn. Naast kledingstukken heb ik ook sieraden. Ik merk dat ik dagelijks bijna altijd dezelfde sieraden draag. Soms wissel ik wel af, bijvoorbeeld van oorbellen of een aantal ringen. Maar ik vind het eigenlijk een beetje onnodig om een hele backup aan verschillende soorten sieraden te hebben. Dus ik zag hier mijn sieraden uitzoeken, uit de knoop halen en uiteindelijk heb ik maar een kleine hoeveelheid aan dingen weggedaan. Ik ben nu ook wel echt op het punt gekomen dat ik wil investeren in mijn sieraden. En dat ik echt voor kwaliteit wil gaan in plaats van kwantiteit. Want ik was heel snel geneigd om gewoon een leuke goudkleurige ring te kopen. Maar na een aantal maanden was het al helemaal lelijk. En dat vind ik gewoon zonde. En dan kan ik net zo goed één goed sieraad kopen dat echt gewoon je hele leven meegaat. Dan gaan we door naar mijn bureau. Ik heb niet een hele uitgebreide werkplek. Eén bureautje met twee lades. Maar die lades kunnen of heel erg georganiseerd zijn. Of één grote mes. Dan heb ik nog een andere categorie, namelijk de categorie berging en overig. Want we hebben een berging in het huis. Daar zit eigenlijk onze opslag met kerstspullen, random spullen, extra decoratie. Dus daar ben ik ook even doorheen gegaan. En dit heb ik ook gekoppeld met overig. En hiermee bedoel ik gewoon de overige opbergbakken die niet onder een specifieke categorie vallen. Het is soms wel nodig om door al die bakken heen te gaan, want soms vergeet je gewoon van wat je allemaal hebt. En één categorie die ik niet echt heb behandeld is de woonkamer. Dat komt omdat de keuken en de koffiecorner en de kast van Milo allemaal in de woonkamer staan. We hebben daar nog twee andere kasten, namelijk ja, een soort van opbergkast met wat manden en het tv-meubel. Alleen dat was al redelijk georganiseerd op dat moment. Dus het was eigenlijk niet nodig om daar aandacht aan te besteden. Wellicht wel in de nabije toekomst, maar voor nu was dat helemaal prima. En nu ik het er zo over heb, heb ik eigenlijk stiekem wel zin om weer te gaan opruimen. Ik zie het ook als een mindful momentje, een zen moment. Ik word er rustig van. Wanneer ik aan het opruimen ben, zit ik helemaal in mijn eigen wereld. Ik ben ook wel benieuwd of jij een bepaalde strategie hebt die je graag toepast wanneer je aan het opruimen bent of aan het ontspullen bent. Misschien kunnen we elkaar wel tips geven. En ja, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!